Wel, 2018 was een iets moeilijker jaar voor de Europese economie. Maar er waren andere regio's in de wereld die ook een bijzonder moeilijke periode gekend hebben. Bijvoorbeeld opkomende landen, onder invloed van onder andere een verstrakkend monetair beleid in Amerika, een sterkere dollar, zagen we onder andere correcties op de munt van opkomende landen. We gaan even kijken in detail hoe het zit met die opkomende landen en welke conclusies we daaruit kunnen trekken. We beginnen bij China. China bevindt zich in een tendens van een structureel lagere groei. Een groei weg van investeringen naar consumptie, weg van kwantiteit van de groei naar kwaliteit van de groei. En in het algemeen meer focus op die binnenlandse economie. Nu, we zien ook recente cijfers die ook die afkoeling weergeven, wat ook de markten doen zorgen maken over die situatie in China. Gaan we even naar India kijken, een ander verhaal. In India zien we eigenlijk jaar na jaar erg sterke groeicijfers. Sommigen zeggen dat de Indische economie die barst uit haar voegen. Het probleem is natuurlijk wel, in India zit je met inderdaad infrastructuurproblemen. We hebben ook de munt gezien die deelde in de klappen dit jaar. En ook recent zien we problemen op de kapitaalmarkten, waarbij een faillissement van een belangrijke schaduwbank ervoor zorgde dat de kapitaalmarkten in moeilijker vaarwater kwamen. Gaan we verder naar bijvoorbeeld Brazilië. In Brazilië zien we dat, we zijn inmiddels al een periode na de recessie, maar toch blijft het herstel erg matig. We hebben nu een nieuwe president, een nieuwe regering, en de vraag is, kan die nieuwe regering die hervormingen doorzetten van de voorgangers, met name de pensioenshervorming, de fiscale situatie terug op orde krijgen. Kijken we verder naar bijvoorbeeld Mexico. In Mexico zien we nu een akkoord met de Noord-Amerikaanse handelspartners, de VS, Canada, het zogenaamde USMCA, de opvolger van NAFTA. En dat zorgt toch wel voor enige zekerheid over de koers van Mexico. Daarnaast zien we ook een nieuwe regering in Mexico en brengt allemaal samen toch een iets zekerder plaatje over de situatie in Mexico. Ten slotte Rusland. Rusland blijft een bijzonder verhaal. De eerste jaarhelft van 2018 was gunstig voor Rusland onder invloed van de stijgende olieprijzen. Nu, de sancties blijven natuurlijk een moeilijk punt voor Rusland en ook de dreiging van meer sancties in de toekomst. Kortom, al bij al kunnen we stellen dat de groeilanden een gematigd plaatje voorschotelen. Nu, we hebben de recente turbulentie gezien en we verwachten misschien wel dat ze best er sterk zijn uitgekomen. Het was een moeilijke periode, onder invloed van die renteverhogingen, die sterkere dollar, maar ze zijn robuuster geworden. We zien maatregelen zijn genomen, macro-economisch beheer is sterker geworden, inflatie blijft relatief onder controle, dus op bepaalde extreme gevallen na, zoals Argentinië en Turkije, zijn de meeste groeilanden er toch sterker dan pakweg 10 jaar geleden. En daarom verwachten we, ondanks een afkoeling in die wereldeconomie in 2019, dat de groeilanden kunnen zorgen voor continuïteit.